Cijfers hebben natuurlijk echt de naam om saai en moeilijk te zijn. Maar ja, het is wel een feit dat als ondernemers bij mij beginnen en ze gaan een traject in en we gaan stap voor stap gaan we er doorheen, dat echt ondernemers gaan zeggen, jeetje, dit is eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Boekhouden, dat wordt nog heel veel prehistorisch gedaan. Er is op dit moment in mijn ogen maar één manier om je boekhouding te voeren en dat is in de cloud. Met een modern ZZP-boekhoudprogramma, met een boekhouder of accountant op de achtergrond die checkt of je geen fouten maakt en die aan het eind van het jaar de belastingaangifte doet. Dan gaat je boekhouding je heel veel opleveren in plaats van heel veel kosten. Wat mijn advies altijd is om enerzijds uit te rekenen wat een uur van jou kost. En dan gaat het over wat je wil verdienen, maar ook dus je kosten, je belasting en ook de niet-declarabele uren. Maar anderzijds, kijk echt goed wat jij die klant oplevert. Want eigenlijk is het voor een klant helemaal niet relevant wat je kost. Het is relevant wat je oplevert. Gemiddeld 2500 euro voor een traject. Maar als je echt die drie stappen door wil lopen met ook persoonlijke begeleiding van mij erbij, ja, dan gaat het ook wel naar de 3.000, 4.000 euro. Soms lijkt iets een kans, maar het is een afleiding vermomd als kans. En daar ben ik wel gevoelig voor. Ik kreeg ook vorige week een mailtje van een hele oude relatie. En die zei, Femke, zullen we koffie drinken? En toen zei ik, nee, ik wil geen koffie drinken, want koffie drinken kost mij heel veel tijd. Als ik op alle koffiedrinkafspraken inga, dan zit ik de hele week koffie te drinken. En dan ben ik geen succesvolle ondernemer meer. Ondernemen bestaat uit een grote hoeveelheid aan vaardigheden, aan ondernemingsvaardigheden. Dus ik blijf me daar echt in ontwikkelen. En dat is ook wat ik ondernemers ook wel adviseer. Van durf echt te investeren in opleiding en training. Als je een ondernemer op de straat aanspreekt en vraagt, waar loop je tegenaan als het gaat om financiën? Dan zegt hij niet, ik wil een jaarrekening leren lezen. Dus toen ik dat probeerde te verkopen, merkte ik dat het veel lastiger was. En dat is volgens mij ook ondernemerschap. Dat je je niet zozeer afvraagt, waar ben ik goed in of wat heb ik te bieden? Maar veel meer, wat heeft de wereld om mij heen nodig? Wat kan ik daarin betekenen? En dan heb je een business.